Het nieuwjaar is wederom voor het Korps Brandweer Suriname niet goed begonnen. Al vanaf de eerste week van de maand vielen een aantal brandgevallen te betreuren. Dit zegt Alton Pinas, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname. Pinas ging in op het belang van een goede brandverzekering en voorzorgsmaatregelen tijdens de vanmorgen ontstane brand in de binnenstad aan de Dominiestraat. Het gaat om 3 panden waarvan pand nummer 30 volledig is afgebrand en de overige 2 gedeeltelijk tot waterschade hebben overgehouden. Pinas is niet te spreken over de vele brandgevallen die zich vanaf het begin van het jaar voordoen. Dit weekend alleen moet dit, als ik het goed heb, de 3e of de 4e brand zijn. We hebben 1 gehad te Koppenamepunt, 1 brand aan de Kokosweg, vanmorgen deze. Er moet nog een 4e brand zijn, maar dan moet ik even mijn agenda nagaan. Maar helaas, dus de boodschap die ik kan doorspelen aan de mensen, is laat je pand verzekeren. Zet rookmelders in je woning. En als je er niet bent, probeer je pand te verzekeren. Dan heb je pand terug. Maar zoals je ziet, zijn er 2 van deze panden zeker niet verzekerd. De KBS-voortvoerder spreekt van een goed bemand team dat op dat moment het werk meteen kon klaren. Ondanks de vele brandgevallen een druk leggen op het team van de brandweer, lukt het ze tot nu toe om naar behoren te handelen, meldt Pinas. Ik heb contact gehad met de beller. Die meneer was ter plaatse ooggetuige, vanaf het begin heeft hij alles meegemaakt. Hij heeft gebeld met de politie en zowel de brandweer. En nadat de melding binnenkwam, ik heb geverifieerd, is de brandweer meteen uitgerukt naar de plaats. Er is groot alarm gegeven, want het gaat om de binnenstad. Dat geeft aan dat er diverse posten hier zijn. Je hebt gehad hier post Toekomstweg, post Geerspleit, de Heilige Weg of Kruvelsgracht en de brandweerkazerne. Dus we waren goed bemand. De oorzaak na de ontstane brand is voor nu nog in onderzoek. Tijdens deze brand zijn er gelukkig geen slachtoffers, aldus Pinas.